dan kies ik nu voor het werk. Voor ja, toch? Ja. Ja. Nou, dat zit toch in je systeem. Je bent nog jong. En de muziek zal er altijd zijn voor jou, maar de televisie niet. Maar ik vind het al heel wat, als ik eerlijk ben, dat ik van een meer dan fulltime baan, 20 jaar bij RTL, waarvan de laatste, weet ik veel, 15 jaar al die zenders, dat was nogal wat. Ja, want je bent ook de baas van Jorin geweest, hè? Ja. Was dat ook in de periode dat ik daar zat, met Carlo samen? Ja, zeker. Ik herinner me nog dat Leo van der Goot en ik naar Cash en Carlo gingen kijken, waar jij de voice-over en meer eigenlijk deed dan dat. En je zag het de hele tijd niet. En ik dacht ineens, die Pamela Anderson, die moet ik hebben. En je bent gekomen. Maar wat moet jij ermee doen? Hè? Je hebt geen idee natuurlijk. Ja, precies. En Leo weet dat niet, wilde dat niet. En dit verhaal ken je niet. Carlo is naar zijn bureau gegaan voor de derde keer. Ja. Ik zeg, en nou laat ik mijn broek zakken als je niet ja zegt. Ik wil er gewoon 30 maken. Ja. Nou, om dat nou te voorkomen, heeft hij toen ja gezegd. Dan ken ik Carlo, laat zijn broek vrij snel zakken. Hoor. Ja. En die vond het succes. En het werd vrij succesvol. Nou, dat was het zeker. Het is altijd een beweging, die meid. Ja, hè? Ja. En ze is verliefd. Nou. Dan kan het over jou, hoor. Uit mijn hoofd 380 gemaakt van die dingen. Ja. En dat kwam denk ik in alle bescheidenheid wel een beetje door de combinatie van hoe het eruit zag. Ja. Die gekke modellen. Ja. Het geweldige talent van Carlo. En inderdaad misschien de 1-2'tje die wij hadden. Dat heeft misschien een klein stukje nog meegespeeld. Maar dat was heel belangrijk. Het was wel belangrijk voor het programma. Mijn tip aan jou tot slot, want we moeten er alweer uit. Carlo en Irene, zondag bij SBS. Ja. Doen. Ja. Ja. Ik vind het een goed idee. Ja, maar goed idee. Maar ga je het ook doen? Dat ligt niet alleen aan mij, Eddie. Dat weet je. Ah, is het nou al afgelopen? Nee, Ik dacht dat ik 2 liedjes mocht zingen. De mensen thuis die kennen dit programma, zijn het programma, dus we eindigen ook altijd positief. Morgen. Hallo. Morgen. Oh, dat is nog maar 1 nachtje slapen. Is keurig in de middag er weer. Dat is toch hartstikke leuk? Het is toch ook hartstikke leuk, jongens. Ik vond het heerlijk dat jullie er waren. Onthoud mijn tip. Ik vind de vormgeving van jullie programma heel mooi. Dankjewel. Echt heel goed verzorgd ook. Een fijne muziekjes. Dat vind ik ook belangrijk dat goed in elkaar zit. Want dat is onderdeel van het... Nou, we hebben best een beetje succes. Mag ik gerust zeggen, we zijn ook de zondag nu te horen. Ja. En dat is van alles geprobeerd. En dat begonnen we op 0.8 en nu is het 9.0. Dus dat zijn best leuke dingetjes. Trouwens nog een hele belangrijke vraag aan beide heren. Ja, blijven jullie slapen, heren, in het stapelbed? Alleen als mijn dochter blijft. Erland, je moet in de microfoon praten, is maar nieuw van jou dit. Excuus. Ja. Alleen als Lizzie bij me mag blijven. Tuurlijk, Lizzie, je dochter blijft erbij. En de vriendin blijft ook slapen, Roland? Ja, zeker. Ja, wij ja. hebben 2 stapelbedden. Boven. Wat zeg je, schat? Morgen moederdag. En je bent toch geen moeder? Maar ik heb wel moeder. En een hele knappe ook, en zeker. Je lijkt op haar. Oh, wat mooi zeg. Ze waren hier, Ronald en Erland Galjer. Zeker. En dat weten jullie misschien niet, heren, maar wij hebben altijd contact met de directie. Wat wij ze vinden bij elke show belangrijk wat zij van de afgelopen show vinden. Oké, ik ben benieuwd. Dus we hebben een lijntje uitgezet en de vraag die ik al stelde is en blijft hetzelfde. Wat vond de directie van de afgelopen show? Dat was toch weer een leuke show op een radio. Dank u. Van kleine traan tot grote lach, keur in de middag. Gezellig. Het was heel gezellig. Ik zat even naar de vormgeving te luisteren. Ja. Roland, zeer bedankt. Ja. Je blijft slapen, dus morgen spreken jullie weer op de zender. Top. Ja. Eland. Zeker. Ja, zeker. Tot morgen allemaal. Morgen zijn we er weer met Keur in de Middag vanaf 3 uur. Een hele fijne zaterdag en graag tot dan. Tot de volgende keer.